Hoe we die vraag kunnen beantwoorden? Eerst een klein beetje theorie en dan vooral over ons elektriciteitsnetwerk. Want wat bij jou uit stopcontact komt, en trouwens op alle laadplaatsen, dat is wisselstroom. In de batterij echter zit gelijkstroom. Dus we moeten, vooraleer we de batterij kunnen laden, de stroom die we tanken, zeg maar, omvormen naar gelijkstroom. De plek waar dat gebeurt, gaat bepalen of je traag dan wel snel laadt. Hang je aan het gewone stopcontact of aan een openbare laadpaal, ja, dan gebeurt de omvorming in de auto zelf. Dus er zit een interne omvormer, heet dat dan, in de elektronica van je auto. Maar, zoals je kan zien, is de plaats daar redelijk beperkt. Bij gevolg gaat die een vrij laag vermogen geven. 11 kilowatt is gangbaar. Heb je dan een batterij van 100 kWh, en die is volledig leeg, en je kan die laden aan 11 kilowatt, dan duurt het 9 uur. Plus, minus, voordat die batterij weer volledig vol is. Stop je nu echter aan een snellader, dat zijn die grote containers die je misschien wel eens gezien hebt op de snelwegparking, ja, dan zit de omvormer in die container zelf. Daar is meer plek, bij gevolg is die omvormer een stuk groter en gaat die ook een veel groter vermogen leven. 350 kilowatt is momenteel de piek. Doen we dezelfde oefening, 100 kilowatt uur aan 350 kilowatt, ja, dan ben je op een half uur klaar. Totale theorie. Nu liggen in de praktijk de zaken toch enigszins anders en dan vooral op het gebied van snelladen. Neem nu dat deze lege glazen jouw lege batterij zijn van daarnet en dat deze cola de stroom is die terug in die batterijen moet. Ja, gaan we traag laden, dan laden we aan een, zoals je kan zien, een vrij traag gebied. En dan is dat geen enkel probleem om aan datzelfde tempo het glas volledig, totaal dan ook, te vullen. Doe diezelfde oefening. Als snel laden, ja, dan zie je dat je op een gegeven moment ja, je zit aan de nok Je kan er eigenlijk niet meer bij krijgen, maar je glas is veel minder gevuld. Ik zou kunnen doorgieten, maar dan gaat het glas uiteindelijk overlopen. Of, als we dat dan terugvertalen naar je batterij, je batterij gaat zodanig verhitten dat ze gaat exploderen. En dat is natuurlijk iets wat we niet willen. Vandaar dat uit veiligheidsoverwegingen aan een snellader het snellaaddebied eigenlijk gelimiteerd is tot 80%. En dat is dan ook het cijfer dat je overal gaat terugvinden als je op zoek gaat naar elektrische informatie. Dat is dat de snellaadtijd pas meegegeven wordt tot 80%. Keren we dus nog eens terug naar onze oefening van daarnet, van die 100 kWh batterij en dat half uur. Dat half uur klopt, alleen zal het niet 100% zijn dat je geladen hebt aan de snellader, maar wel maar 80%.